De gezondheidsautoriteiten zijn op hun hoede als het aankomt op het apenpokkenvirus. Dit vertelde gezondheidsminister Amar Ramadien gisteren voor aanvang van de ministerraadsvergadering. De bewindsman merkt op dat er de komende tijd actuele informatie over het virus zal worden verspreid vanuit het ministerie. We hebben overleg met deskundigen binnen het ministerie hierover, met name over infectie en preventie. We hebben ook contact gehad met, ik heb zelf contact gehad met mijn collega uit Guyana, de minister. En die heeft ook aangegeven, het is een geïsoleerde casus van iemand die bezig was met het transport van buitenlanders. Dus zo besmet. En vooralsnog is ook daar in Guyana afgesproken dat geen extra beperkingen zullen zijn. Maar dat de samenleving voorlichting krijgt en de nodige preventieve maatregelen moet nemen. Dus ook mensen die ziek zijn, heel alert zijn. Het is bekend dat apenpokken start als een griep, als een normale griep. Ja. Met koorts, lichaamspijnen. En daarna krijg je een huiduitslag. De minister zegt verder dat afwijkingen op de huid in de gaten moeten worden gehouden. Vooral bij vermoedens van besmettingen. Mensen moeten heel erg alert zijn bij elke vreemde observatie waarbij er twijfels zijn. De huisartsen zijn ook geïnformeerd over monkeypox. En we hebben ook nieuwsedities uitgegeven voor apenpokken. We zijn nu ook bezig met de PAHO om te kijken om vaccins binnen te halen. Een gelimiteerde partij die beschikbaar is. Dus daarover kan je nu nog geen uitspraak doen. De minister merkt op dat de situatie met betrekking tot het rotavirus, welke door diarree en braken bij kinderen zorgt, onder controle is. De minister vertelt dat er geen klachten zijn van ouders die door hun kinderen besmet zijn geraakt. Hij stelt dat het wel mogelijk is, maar tot zover geen meldingen zijn genoteerd.